Een 64-jarige bestuurder uit de Terrasstraat in Appelterre is zaterdagochtend omstreeks 4 uur om het leven gekomen toen hij ter hoogte van de Kapittelstraat met hoge snelheid onder een geparkeerde oplegger van een vrachtwagen terechtkwam. De brandweer moest de grote middelen gebruiken om de gecrashte auto van onder de oplegger te trekken. De Kapittelstraat werd in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.